aparte. Toen u heer Olivier leerde kennen, had u toen geld? Ja. Behoorlijk wat nog. Hoeveel ongeveer? 5 ton. 5 ton. Hoe kwam het contact tot stand? Hoe kreeg hij uw vertrouwen? Ik ontmoette hem in een eetcafé in Hilversum. En het eerste wat hij deed was opstaan, kruk aanbieden en mijn jas aannemen en een complimentje maken. Hij was met zijn toenmalige vriendin, een zekere Sophie. Ik heb daar weinig achter gezocht, maar zoals het in cafés wel meer gaat, zo'n gesprek ontwikkelt zich. En op een gegeven moment werd ik gevraagd of ik een zekere John Poublon kende. Ik zei ja. Nou, daar ging hij zaken mee doen. Of ik niet geïnteresseerd was. Maar hoe komt het dat meneer Olivier uw vertrouwen dusdanig kreeg dat u uw geld bij heer Olivier uiteindelijk in handen gaf? Dat heb ik dus nooit gedaan. Hij heeft het zich toegeëigend. Hoe dan? Ik heb een bankgarantie afgegeven vanuit Zwitserland. Hoe komt het dat u dat gewoon, u vertrouwde elkaar? Een bankgarantie is normaal niet iets wat je innen kunt. Je staat garant voor zaken die gedaan zouden kunnen worden. Als persoon met jouw geld. En daar sta je zogenaamd achter. En als dan die zaken besproken zouden worden wat normaal gebeurt. En je twijfelt daaraan. Dan kun je altijd nog zeggen ik doe niet mee. Maar zo is het niet gegaan. En hoe is het afgelopen? Nou, slechter kon niet. Total los. Tussen kerst en oud en nieuw heeft hij gezegd. Ik zal wel zorgen dat jouw kerst er dit jaar anders uitziet. Want dat was nogal wat ellende. Nou, die zag er zeker anders uit. En bent die 5 ton kwijtgeraakt? In één klap. Hij verdween op een goede dag. Hij was zogenaamd ineens onvindbaar. Maar het verhaal is, het begint met charmant de jas aanpakken en uiteindelijk met 5 ton verdwijnen. Nou, ik begrijp niet dat die mevrouw dan niet aangifte van oplichting doet. Want als je zo opgelicht bent, moet je dat toch gaan doen, of niet? Heeft u aangifte gedaan, mevrouw Keizer? Jazeker. Maar heeft die zaak niet gewonnen? Die zaak is zelfs nooit voorgekomen. Dat bedoel ik. En waarom heeft het de rechter niet gehad, onvoldoende aanwijzing voor schuld? Omdat ja, zo kunnen we natuurlijk een heleboel mensen... kunnen altijd tegen heer Olivier zeggen, dat is er gebeurd, want er zit er nog zo'n mafkees daar. Die gaat ook, die mag ook zeggen wat hij wil, maar ik mag ook zeggen wat ik wil. Voor de leek, voor de duidelijkheid, u zegt, ik zeg, mevrouw Keizer, die hangt een verhaal op, dat is niet waar. De rechter zegt ook dat het niet waar is, want ik kom niet bij de rechter. Als je Olivier heet, kom je normaal dan zeker bij de rechter. Dat is het alles wat ik ervoor wil zeggen. Meneer Stijns, u bent de curator, waar is hij lang geweest? Ja, ik weet hier niet heel veel van, mede omdat dat na de ingangsdatum van het faillissement was. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat meneer Olivier op een nacht, toen mevrouw Keizer met medicijnen en een wijntje wat minder wist wat ze deed, zo heb ik het begrepen, hebt u haar een papiertje laten tekenen dat zij u in beheer gaf ter belegging een bepaald bedrag. En met zo'n papiertje kan een officier van justitie niks doen. Want als iemand dat tekent, ja, dan is dat, geeft hij wat in beheer. Je had het beter aan de bank kunnen geven, maar u hebt zich op dat moment als bank voorgedaan. En daar is iemand ingetrapt. Dus Stijns, dat zal het wel geweest zijn. Meneer Treur, u bent oud-regisseur. Ja. U was, meen ik, de eerste in begin jaren 80 die meneer Olivier oppakte, arresteerde. Kwam hij op u over als een charmante man waar vrouwen makkelijk voor vielen? Ik denk het wel. Ik meen te weten dus dat wij de eerste waren in de Haarlemmermeer die dus met Arie Olivier in aanraking kwamen voor aangiftes die bij ons werden gedaan tegen hem. Het was een aangifte, ik meen een kleine greep in een kas van een vereniging. En dat waren 2 jaggers die dus bij een garage waren vandaan gehaald. Als ik naar een garage toe ga, dan is het onmogelijk dat ze mij zo'n auto meegeven. Maar het lukt hem 2 keer achter elkaar. Komt dat? Het is een markante figuur. Hij komt heel goed over. Bruine kop, kale kop, goed in het pak. Zijn praatje klaar. Wint het vertrouwen heel gemakkelijk van mensen. En maakt daar dan misbruik van. Maakte. Of van vrouwen? Maakte, meneer Treur. Ja. Ik kan me dus dat geval herinneren, dus wat ook bij ons aangifte dus speelde. Dat was dat je dan het vertrouwen wint van een directeur van een bedrijf in Hoofddorp. Dat je dus zelf dan de sleutel krijgt van dat bedrijf. En dat je op een zondagochtend dus met een potentiële koper voor kranen dat bedrijf binnengaat. En ver onder de prijs die kranen aan die man verkoopt. Maar wel dus toucheert dus het handgeld wat daar dus op zit. En dan verdwijnt en nooit meer iets van te laten horen. Meneer Zuidema, u zit al zo'n 20 jaar, hè? Ja.
achter meneer Olivier aan. Ja. Dat u er zin in heeft. Ik heb er nog steeds lol in. Ja, dat zie ik. Je wordt er volgens mij ook wel moe van, of niet? Ik zou hem het liefst naar de mesdak brengen. Wat zou u? Ik zou hem het liefst naar de mesdak brengen. Oh. Nou, misschien hebben ze daar twee plekjes staan, Rasje. Dan daar hoort hij thuis. 20 jaar geleden. Ik opzoek in ieder geval. 20 jaar geleden kwam u tegen in Zwitserland. Ja. Waar was hij toen mee bezig? Hij was met een paar criminelen uit Amsterdam bezig het vertrouwen te winnen van mevrouw Bokassa. Die zat in Zwitserland. Die werd bewaakt door mensen van de SAVAK, geheime dienst. En Arie was het vertrouwen aan het winnen van die mensen. Want hij wou richting Neuilly, Parijs, aan de juwelen met de vlotte jongens uit Amsterdam. Dat heb ik hem vermazzeld. En ik denk dat hij dat vandaag voor het eerst achterkomt. Nou, je hebt mij nog nooit wat kunnen vermazzelen, daar ben je niet slim genoeg voor. Maar die kroonjuwelen, die mochten natuurlijk niet verkocht worden. Want meneer Bokassa, die was ter dood veroordeeld. En toen ging dus alles wat aan kroonjuwelen en aan geld en zo'n goede rug viel naar het volk toe. Dus de procureur-generaal uit Genève schreef een keurig briefje dat we daar beter niet aan konden komen. Dus dat is niet hij, dat is gewoon de procureur-generaal van Genève geweest, hoor. Dus neem me niet helemaal zo serieus als het is. Dat is een 1 april mop wat hij daar vertelt. Geloof ze maar niet. Want die 15 minuten die hij net bezig geweest is, dat waren ook allemaal moppen. Nou, dan doe ik nog iets voor het entertainen. Ja. Oh ja. He? Oh ja, daar ben ik direct akkoord mee. Dat je een goede entertainer zou zijn. Ja. Maar met een hoop slachtoffers. Maar wat u in feite zegt, meneer Zuidema, is geloof geen woord van wat meneer Olivier zegt. Wat geen woord. Arthur is heel anders als iedereen zegt. Ben Zuidema. Ja, precies. Klopt precies. Dat meen ik volkomen. Ja, maar nu? Wat bedoelt u daar dan precies Hij mee? Hij is de beste toneelspeler die heel Holland heeft. Die in heel Holland rondloopt. En dan zijn er een hele hoop... Helaas ingetrapt. U net ook trouwens. Dat zeg ik niet. Meneer, dat zijn uw woorden. Meneer zet 50 miljoen om op katvangers. Dat heeft hij net verteld. Want hij bezit niks en woont hier niet. En? Wat wil je daar aan doen, Basje? Niks. Dat bedoel ik. Ik nog niet, maar anderen wel. Ook niet. Ik zou toch wel lang maar vast moeten meneer, zitten. Je zegt let op de bladen. Dat is al 3 maanden geleden. Ik wacht. Weet je, je kunt nog niet een deuk in een pakje boter slaan, man. Wat zit je hier nou eigenlijk te doen? Meneer Steins? We hebben de heer Olivier horen zeggen, ik heb nooit de kleintjes gepakt. Altijd de grote lieden. Is dat ook uw indruk? Nou, ik kreeg als curator natuurlijk alles binnen wat men meende te vorderen te hebben van Arie Olivier. Bij mij waren er ook mensen die 20.000 gulden aan hem verloren. Oh ja? Bijvoorbeeld was dat een vrij jong echtpaar ergens in de buurt van Muiderberg. En daar is hij op een avond op bezoek geweest dat die mensen net 20 mil in huis hadden dat bestemd was voor het aankopen van een huis 2 maanden later. En Arie heeft dan zo'n verhaal opgehangen dat hij het zou beleggen en hij zou het in die 2 maanden minstens verdrievoudigen en dat soort zaken. Dus 's avonds verlaat hij dat huis met die 20 mil. Dat was toevallig het enige eigen geld van deze mensjes. Die hebben mij huilend bezocht. Die hebben mij brieven geschreven. Ik kon weinig voor hen doen, omdat de belasting altijd weer voorgaat als het gaat om het uitbetalen in een faillissement ten opzichte van andere crediteuren. Ze hebben dus uiteindelijk ook na al die jaren nooit iets gehad. Maar voor mij is dat wel bijgebleven als een gewone, platte oplichting. Weet goed wat u zegt, hoor. Ja, want dat heeft de rechter namelijk wel gehaald, hè? Dat weet ik allemaal niet. Nee, maar dat bedoel ik. Ook vrijspraak, meneer Steins. Dus u zit allemaal dingen weer te vertellen. Kijk, in het civiele recht geldt geen vrijspraak, nee, meneer Olivier. Begrijp het. In het strafrecht geldt vrijspraak. Dan is het een oplichting geweest. Misschien hebben ze het wel heel handig gedaan. Hebben ze een briefje getekend. Wij geven dit mee ter belegging aan de heer Olivier. Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik ben er niet voor het strafrecht. Nee. Ik ben er voor het civiele recht. Nee, u bent er om de stand te stellen. Mag ik nou ook eens even uitpraten? Ik krijg al die mensen binnen die zeggen ik heb vorderingen. Laat mij nou eens uitpraten. Nou, eigenlijk niet. Ja, meneer De Bruin. Want u bent degene geweest die hem achter de tralies heeft gekregen. Klopt, ja. Als dit bij zo'n rechter wordt gebracht en de rechter zegt, nee, kan niks mee, is niet te bewijzen. Moet je daarmee dan ook zeggen, dan heeft hij dat soort kleine lieden ook niet geteld? Nee, dat vind ik te generaal. Dat kan je niet zeggen. En ik geloof ook niet dat het waar is, maar... In deze veroordeling van de heer Olivier toen, in 1981, toen was het een waslijst van zaken. Een uitgebreid dossier, en ik ga daar niet in detail op in op die zaken, want dat is allemaal verleden tijd en hij is daarvoor veroordeeld. Maar ik zou dat niet willen onderschrijven dat het uitsluitend maar de grote mensen zijn die opgelicht zijn. Dat zijn ook wel degelijk de kleine mensen.
Dat zal heer Olivier ook wel kunnen beamen. Maar uiteindelijk is hij toch conform de eis van mij tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. En de rechter heeft dat zonder meer overgenomen en zag geen reden om daar een lichtere straf van te maken. En dan moet u niet vergeten dat op oplichting normaal gesproken maar 3 jaar staat. En hij kreeg 4 jaar. Dat wil wel wat zeggen. Dat betekent gewoon dat er meer daden bij elkaar opgeteld werden. En dan kom je tot die 4 jaar. Dat is het maximale wat er dus te bereiken is. Ik moet zeggen, dat heb ik na die tijd nooit meer meegemaakt. Dat heeft hij dus wel ervaren. Dus de ernst van de zaak was toen wel aanwezig. Dat geef ik ook best toe. En meneer de Bruin, zijn brief de laatste biedt. Ten slotte hoop ik van harte dat als wij elkaar weer ontmoeten, dit niet in de rechtszaal zal zijn. Ik wens u veel geluk en een goede gezondheid en verdere leven toe. Dat is de brief die ik nog van u heb. En dat is heel iets anders dan wat ik van meneer Steins altijd kreeg. Maar wacht even, nu meneer De Bruin dit zegt, zegt u van ik geef toe dat ik inderdaad op kleine dingen heb opgericht. Ja, ik heb tot 1981 mijn zakken oeverloos lopen vullen en dat heb ik helemaal gedaan en ik ben daarvoor veroordeeld. Maar ook met oplichting van mensen die een kleinere beurs hadden? Dat is niet zo, want als iemand naar mij toe kwam, dan hadden ze daar altijd wel een bedoeling mee. En als iemand beter van mij wil worden, dan kan het wel eens gebeurd zijn dat ik het omgedraaid heb, ja. Oké, dus hij ontkent het niet. Meneer, wees nou eens even normaal. Ik heb hier een heel pak voor je liggen. Ik wil weten wat geld gebleven is wat je gejat hebt. Oh, wacht even, daar komen we straks op. Meneer De Bruin, meneer Olivier zegt tot 1981 en daarna niet meer. Klopt dat? Nu moet ik even praten over wat iedereen weet, namelijk uit de publiciteit, uit de kranten, de televisie. En ik weet, en toen was ik dus nog officier van justitie, toen is hij ook veroordeeld in Haarlem, dat weet ik. Dat is na de zaak die ik gedaan heb. Bedrieglijke bankbreuk voor meneer Steins van 24.000 gulden. Ik ben wel veroordeeld, maar misschien weet u het niet, meneer De Bruin, maar zelfs de koningin vond dat waardeloos, dus die heeft me gegratieerd. Maar het is inderdaad zo dat meneer Steins, heb ik nog iets mee te vereffenen, vind ik zelf. En we hebben nu in België na 12 jaar procederen, heb ik het ook, daar ben ik dan mede bij betrokken. De curator is nu opgesloten, die heeft 3 jaar. En de staat moet terug gaan betalen, dus misschien zit er hier ook nog wat in. Ik bedoel, ik ga het toch proberen. Wacht even, nu gaat u met de hart. Ik ben zo rancuneus dat ik gewoon nu zorg dat de onderste steen boven komt. En van al het geld wat weg is, en van alle spullen waarvan meneer Bruin, die schrijft me namelijk een brief toen ik hem vroeg, waar is alles wat in beslag is genomen, meneer De Bruin? Meneer De Bruin zegt, dat is naar uw curator gegaan. Ik heb van mijn curator echt niks teruggekregen, hoor. Helemaal persoonlijke dingen ook niet, hoor. Meneer Rood, 3 jaar geleden werkte Veronica en de heer Olivier samen aan een reeks tv-programma's. En na pakweg 3 afleveringen stopte dat ineens omdat meneer Olivier in Duitsland werd opgepakt omdat hij een slordige, ik geloof, 700.000 valse dollarbiljetten probeerde te slijten. Was dat in opdracht van u, want u was een van de verantwoordelijken van het programma? Nee. Dat was niet in opdracht van u? Nee. Wat denkt u nou? Mag ik er even heel kort over zijn? Als ik valse dollars zou hebben gekocht of verkocht of verhandeld, had nooit iemand het geweten. Dan ga ik ze niet lopen filmen, dan ga ik ze niet in een koffertje doen en filmen, laat ik ze niet bij mijn kantoor openstaan, laat ik ze niet overhalen en ga er ook niet achteraan rijden. Maar nou zei u wel steeds... Want trouwens, als je $600.000 verkoopt voor zeg maar 15% en je bent met 6 man, kun je net allemaal nieuwe brommen kopen. Is het helemaal niet interessant. Wat u steeds zegt is van, daar werd ik van beschuldigd, maar kijk, de rechter zegt... Het is niet te bewijzen. Ja, in dit geval heeft de rechter gezegd, jawel, het is wel te bewijzen. Dus veroordelen hem. Waarom bent u niet in hoger beroep gegaan? Ik was in hoger beroep. Ik ben in hoger beroep gegaan. Maar dan zou er nog zo'n ongeveer 1,5 jaar procedure bij komen. In die tijd kon ik, met de belofte van met halve straf naar huis, kon ik al weg zijn. Dus dat hebben we ingetrokken. Als u terugkijkt, zijn mensen die u getild hebben, die zijn er financieel op achteruit gegaan, maar die hebben ook emotioneel een tik gehad. Denkt u daar nog wel eens aan terug? Nee, denk ik niet meer aan. Denk ik helemaal nooit niet meer aan. Ze denken ook niet aan mij in dat opzicht. Echt niet. Meedogenloos, mevrouw Keizer? Vast wel. Ik vind van wel, ja. Ik heb water gepikt, hoor. Heeft u water van mij gepikt? Potjan, doppie, jij ziet. Emotionele schade. Nou, zolang het bij water blijft. Meneer Soeterman, als u bij mijn tafel zit, moet u uitkijken dat u water niet kwijt bent. Maar daarnaast, vertrouwt u hem dan, hetgeen wat hij zegt? Nou, ik moet zeggen, hij heeft me in ieder geval mij persoonlijk nooit iets aan gedaan. Dat vooropgesteld, maar als ik met hem aan tafel zit en ik wil gewoon een kop koffie met hem drinken, dan moet ik altijd nadenken bij hetgeen wat hij zegt. Is het waar? Is het niet waar? Word ik gebruikt? Stuurt hij me ergens op af waar ik eigenlijk niet op af wil? En als hij dan naar buiten toe gaat, dan denk je bij jezelf van,
Nou, in welk complot of welk avontuur...